Hallo papa ook. Kijk uit met dat mes, vriend. Dit is een game voor jonge kinderen. Leg dat mes weg. Leg dat mes weg. Anders gaat het... Nee! Pas op. Pas op. Pas op met dat mes. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een gloednieuwe Nintendo Switch video. Peppa Pig heeft zijn eigen game voor de Nintendo Switch. En ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Ik vind het gewoon een grappig varkentje. En voor de rest weet ik niks van Peppa Pig. Dus ik wil dat jullie in de comments alles vertellen over Peppa Pig wat jullie weten. Zodat ik kan leren wat dit varkentje precies doet in het leven. Ik heb wel vertrouwen in Peppa Pig. Ik denk dat dit een prima game kan zijn. Ik moet alleen even terug naar de tijd van toen ik 3 jaar was, denk ik. Ik weet daar niks meer van. Gooi die duimpjes omhoog voor de support. En vergeet niet te abonneren als je gewoon van Nintendo houdt. Dat zou ik super tof vinden. Laten we richting die 70.000 abonnees gaan. Hé, hey, ik hoor wat. Oh, dat is een ballenbak. Oké. Okay. Oh, ik ben Peppa. Hallo. Wil je mijn kameraadje zijn? Ja, I guess. Het is wel in het Nederlands, dat is nice. Papa, George. Hallo, Peppa. Hallo, Peppa. Hallo, allemaal. Ik ben er ook. Hoe komt dat, Peppa? Ik ga mijn nieuwe kameraadje ontmoeten. Woep, woep. Een nieuw kameraadje? Ja. En wie is dat nieuwe kameraadje? Dat weet ik niet. Dat ben ik. Ik ben nieuw, gekkie. Ik ga alles laten zien. Die dinosaurus is wel sick. De dinosaurus van George. Alles. Oké, gaan we naar het strand? Oké. Ja. Oké. Leuk om met dat kameraadje te spelen en alle interessante plekken in haar wereld te laten zien. Dat is een goed idee, Peppa. Ja, papa. Het gaat echt zo. Waarom vind ik dit leuk? Dus je nieuwe kameraadje spelen. Ik ben er al, jongens. Ik ben er al. Ik kan haast niet wachten om met ze te spelen. Dinosaurus. Dinosaurus. Ik vind George het coolst tot nu toe. Ook met Peppa's kameraadje wil spelen. Ja, gun mij de dinosaurus. Ik ben de nieuwe vriend. Oh, ik kan ze kiezen wat ik ben. Ik ben een meneertje, denk ik. In het geel, uiteraard. Ben ik een wolf of zo? Of een muis? Nee, of een varken. Wat ben ik? Ik ben een vos. Ik wil geen bril dragen, ofwel. Ik wil wel een bril dragen. Ik wil een regenboogbril dragen. Ja, uiteraard wil ik een pet op. Arr, ik ben een piraat. Hallo, welkom in de stad van Peppa. Je gaat hier veel plezier hebben. Oh, we gaan Peppa zo ontmoeten. Oh, ja, eerst lopen. Oké, tutorial. How to loop. Deze knop. Zo. Ombuigen. Een vlinder. Ga maar eens naar de bloem toe. Pak de vlinder. Pak hem. Pak de vlinder. Oh, de vlinder komt dan naar mij toe. De vlinder is niet bang van een piraat. Arr. Arr. Yo, dit is episch. Deze game is sick, jongen. Oh nee, paniek. Een hek. Hey, we kunnen doen alsof niks voorstelt. Een hek dat in de weg staat. Maar in Pokémon kunnen ze ook niet over hekjes springen. Dus dit is gewoon legit goede gameplay. Deze knop te gebruiken wanneer hij op het scherm. Ja, oké. Okay. Ja, ik druk op de goede knop. Op A. Let's go. Yay! Oké, okay, Rick. Terug. Je bent 3 jaar. En je vindt dit gewoon vet. Je houdt van Peppa Pig. Dit is toch op zich heel grappig als je heel jong bent. Dat lijkt me echt serieus nog wel geinig. Mejuffrouw Konijn! Hallo, mejuffrouw Konijn. Ik ben een piratenvos. Ze is op de heuvel. Als je doorloopt, ben je er over een minuutje. Oké, we gaan naar de heuvel, mevrouw Konijntje. Je hebt geleerd hoe je je moet verplaatsen door de stad van... Oh, hier kan je iets doen. Kan ik in de modder rollen? Op te drukken wanneer die op het scherm verschijnt. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Wat gebeurt er? Ga in de modder rollen! Nee, rollen! Rollen! Nee, oké, okay, ja! Rollen! Oké, okay, ja, dit was leuk, hè, Vossie. Dit was leuk. We zijn compleet smerig. Een compleet smerige piraat met een regenboogbril. Dat is wat je krijgt in Peppa Pig. Jongens, ik wil trouwens een naam voor mijn piraat. Gooi even comments met hoe deze piraat moet heten. Een vospiraat met mijn een... Rustig, ik was aan het vragen aan de mensen thuis of ze wilden zeggen hoe de vos moet heten, maar het verhaal gaat alweer verder. Ja, daar zijn we! Woep, woep, woep! Hallo, hallo! Oh, super! Je bent er! Deze game is echt een vibe, jongen! Je bent er! Dit wordt de beste dag ooit! Ja, dit wordt de beste dag ooit, Peppa Pig, sowieso. Hallo, kan ik de trap op?
Ik kan de trap op, maar we kunnen ook deze kant op. Hallo! Dit is mijn papa. Hallo, papa ook. Kijk uit met dat mes, vriend. Dit is een game voor jonge kinderen. Leg dat mes weg! Leg dat mes weg! Anders gaat het... Nee! Pas op! Pas op! Pas op met dat mes. Wow, wow, wow. Kan ik dat mes pakken? Kan ik... Nee, ik kan alleen met papa praten. Is dat dan papa pik of... Oké, tot strakjes. Het is 8:00. Het is wel een beetje laat, denk ik, voor avondeten. Voor Nederlandse begrippen. Ik bedoel, wij eten altijd om 5:00 toch in Nederland. Oh, ik ga op de bank zitten. Ik ga van de bank af. Ik ga met de vis spelen. Oh nee, ik ga de tv aanzetten. Vind je meneer Pomfrito leuk? Peppa wel. Meneer Pomfrito! Nou, dan gaan we samen naar Pomfrito's. Oh shit, net is een zombie geworden! Papa is een zombie geworden! Oh, nee. Hij is gewoon zijn bril kwijt. Volgens mij is papa Big. Peppa, kunnen jij en je nieuwe kameraadje meehelpen zoeken naar de bril van papa Big? Hij moet ergens in huis liggen. Ja, mama. Wij vinden die bril wel. Oké, let's go. We gaan de bril van papa Pig zoeken. Oh, kijk, hier is de bril. Gewoon bij de ingang. Geen idee waarom je bril zo voor de ingang zou moeten leggen. Maar maakt niet uit. We hebben je bril gevonden. Ja, we hebben je bril gevonden. Dankjewel. Mama, we spelen met het speelgoed uit mijn mand. Oh, ho. Dat George ook wel mee. Ja, George. George wil meespelen. George, ik heb mijn handen vol aan mijn nieuwe kameraadje. Nou, George mag best meespelen, joh. Samen spelen. Alle drie. Wat dacht je van Tikkertje? Hoe gaan we Tikkertje doen? Kijk uit, jongen. Je moet elkaar achtervolgen. En als je iemand hebt getikt, is hij of zij hem. Oké, jij bent hem. En je hebt gezien hoe hoog deze trap is die daar op de gang is, hè? Je wil niet hier Tikkertje spelen. Hier, jij bent hem, Peppa Pikki. Jij bent hem. Oh, oh, oh. Ho. Oh. George, jij bent hem. Jullie zijn hem allebei. Denk ik. Ja. Lachen. Leuk. En nu? Nou, dit was super gezellig, jongens. Kunnen we naar buiten? Zonder jas? Waarom gaan we niet op bezoek bij mijn opa en oma? Ah. Mijn huis is verderop. Laten we deze kant op blijven lopen. Er is een oma en een opa, Pig. Zullen we de auto pakken? Kunnen we oprecht de auto pakken? We kunnen oprecht de auto pakken. Oh, oké. Papa zit achter het stuur. Ik dacht al dat wij als twee kleine koters gewoon met de auto gingen. Maar papa die denkt van, nou laat het eten maar zitten. Dat boeit niet meer. Maakt niet uit. Wordt allemaal wel smerig en vies. Maar maakt niet uit. We gaan gewoon nu naar opa en oma. Omdat Peppa het wil. Maar wel spontane ouders. Dat is wel chill. De speelgroep. Huh? De speelgroep. We gingen toch naar opa en oma? Vroom. Vroom, let's go in deze super sicke auto, jongen. Bij de speelgroep. Hallo. Hier kun je leren en spelen met Peppa en haar kameraadjes. Hand in hand voor Peppa's kameraadjes. Hand in hand. Hallo. Ik zei toch, kameraadjes. Hey, ik vind die giraf wel cool. Yo, what up, giraf? Oh, nee, ik ga niet met de giraf. Ik ga blokfluit spelen. Zo, ik heb talent. Ik heb echt ziek talent voor blokfluit, jongen. Waar heb ik dit geleerd? Jij bent... Zie je? Peppa vindt ook dat wij talent hebben. Yo, maar ik wil met deze gast spelen, jongen. Ik wil met deze giraf tekenen. Oké, rondje. Rondje ingekleurd. Rondje ingekleurd, maar gele streepjes eromheen. En we hebben een fantastisch mooi blompie geschilderd. Oké, we gaan blokken spelen. Ja. 3, 2, 1. Praktik. Nu gaan we van groot naar klein. Nu gaan we van groot naar klein. Oh, dit is fout. Dit is fout. Nu zit alles door elkaar. Probeer het nog eens. Zo sick dat wij door alleen op A te drukken gewoon alles kunnen fixen, jongen. Dit gaat van klein naar groot. Maar dit is gewoon een leuk spelletje, hoor. Ik weet niet of er mensen op dislike hebben gedrukt, maar het slaat nergens op. Want deze game wil je hebben. Dit is gewoon een heel mooi verhaaltje. Van twee mensjes. Nou ja, geen mensjes. Maar een varken en een vos die kameraadjes worden. Het is niet mijn verjaardag, Enki. Enki? Wil iemand anders raden? Oké, wat voor dag is het? Hoe moet ik nou weten wat voor dag het is? Dat kan ik toch niet weten? Vandaag is het sportdag. Wow. Ik zei helemaal niks. Wat is sportdag? Sportdag is heel belangrijk. We gaan sporten. We gaan vandaag
allemaal sporten. Oké. Okay. Zodat wij fit en gezond blijven. Oké, okay, top. Kom mee. We gaan sporten. Drie, twee, één. Oh, wacht. Het zet op. Rennen. Ik wil wel winnen. Ik was nog zelf aan het sporten, jongen. Oh my gosh, ik ben laatste. Oh, ik ben opeens eerste. Lekker, man. Lekker, wacht. Ik ga dit tegelijk doen. Atletiek en fitness. Tegelijk. Oh, blijf rennen. Nee. Ik ga verliezen. Kom op. Win. Met je neus. Net. Kom op. Sprinten. Let's go. Winnen van Peppa. Je gaat niet van Peppa verliezen, meneer Vospiraat. Dat gaan we niet doen. Lekker, jongen. Gefinished. En gefeliciteerd. Allemaal. Nou. We hebben allemaal een trofee verdiend vandaag. Vinden jullie niet, Peppa? Ja, dank u wel. Wij hoeven niet allemaal opnieuw te beginnen. Oké, gefeliciteerd. Met je mooie bekertje. Pak jij ook nog even een bekertje? Pedro? Alsjeblieft, Pedro. En ik heb gewonnen. Jij ook? Met mijn mooie regenboogbril. Dankjewel. Nou, ik denk dat we klaar zijn hier. Oké, welke kant op? Deze of de andere kant? Ik ga deze kant op. Ik ga de bus pakken. Oh, snap. Ja, we gaan op schoolreisje of zo. Kijk, de juffrouw is er ook bij. De juffrouw is er ook bij. Waar gaan we naartoe dan? Gaan we naar de Efteling? Oh, we gaan naar het museum. Ah, kijk eens aan, joh. Ik ben wel benieuwd naar het museum. Hey, mijn vader is er ook. Hey, dit is de kroon van Prinses Peach, jongen. Die wil ik opzetten. Dat ziet er in plaats van mijn piratenhoed. Dinosaurus. Oh, dinosaurus is ook weer mee. Ik dacht dat we met de school gingen. Blijkbaar zijn we toch ook met de familie of zo. Ja, wat is dit voor pakje dan? Het ziet er erg mooi uit. Wil jij die hebben, Pippa, Piki, Wiki? Oh, de troon. Let's go. Ik wil op de troon. Ik denk dat ik een geweldige koningin zou zijn. Ik zou de hele dag blijven zitten en zoveel ijsjes eten als ik wil. Lijkt erop dat jij en Pippa nu... Oh, wacht even. We zijn in een droom beland of zo. Oh, we hebben onderdanen. Mijn moeder is mijn onderdaan. Oké. Ijsjes, alstublieft. Natuurlijk, koningin Peppa. Peppa wil lekker ijsje vreten. En dan komt vadertje komt het brengen. Yo, nee, ik wil de aardbeien. Ik hou niet van chocoladeijs. Ik vind aardbeienijs veel lekkerder. Wat is jouw favoriete ijs? Laat het achter in de comments. Ik ben heel benieuwd. Aardbeienijs is gewoon goeie, man. Peppa heeft een goede keus gemaakt. Superleuk. Jij zou vast een geweldige koningin zijn, Peppa. Oké, we gaan door. Oh, wacht. Nee, we gaan niet door. Daar gaan we weer. Oh, we gaan weer op de grond. Oh, nee, we gaan weer op de grond liggen. Ga nou niet op de grond liggen in een museum, jongen. Straks stoot je nog alles om. Yo! De dinosaurus. Ah, dit is wel lachen. Kijk, daar komt George, jongen. George is zeker blij nu. Het is een enorme dinosaurus. Of niet, George? Jij bent toch fan? Dinosaurus. Ja, George. Kan hij alleen dinosaurus zeggen? Heel lang geleden heeft geleefd. Dinosaurus. Ja. Ja. Arr, lekker, George. Oké, wat hebben we nog meer in dit museum, Pidan? Oh! Oh, snap. Hebben we een Galaxy 8-baan? Dit is wel ziek. Zieke game. Oh. We're going to the moon. Meneer Konijn is de reisleider. Hij weet veel over het heelal. Gaan we echt naar de maan toe? Nee, Peppa. We doen maar alsof. Oh, we doen maar alsof. Nou, mijn moeder moet het weer verpesten, jongen. Echt, dan denk ik... Dat is net als dat je... Nee, ik ga niet over Sinterklaas vertellen. We gaan in deze superachtbaan met 2 km/u. Is dit Mars? Niet echt. Is het Venus? Ik weet erin. Oh. Hey. Heel goed, papa. Ah, dit is de aarde. Kijk, ja, Venus. Ik zei het toch, Venus. En Mars. Ik wist het, jongen. Oh, ik ben die planetenman. Ik ben die planetenkenner. Je krijgt nog les ook, jongen. Je leert hier nog dingen van. Maar hoe doen ze dat? Dit is echt serieus en toch wel grappig, hoor. Magie. En we zijn bij het eindpunt. Oké, we zijn bij het eindpunt, jongens. We zijn richting de maan geweest. Oh. Hier is de maan. Op de maan. Welcome to the moon. De maan is weer zwakker.
Dus springen we. Oh, kunnen we springen? Oh, dat is sick. Dat is heel sick. Laten we springen. Kom op. Kom op, Peppa, Vosje, Piraat, meneer, iedereen. Macht aan de aarde. Wat betekent dat je je lichter voelt en hoger kunt. Dit is gewoon een game die jonge kinderen onderwijst. Dit is echt nogal geinig, hoor. Oh, kijk, daar gaan we. We gaan bungee jumpen. Maak je vast en spring omhoog. Let's go. Come on, Peppa. Nou, lekker, man. Oh, gaan we rollen? Gaan we rollen? Ik wil rollen. Ik wil nog één keer rollen. Laat me nog één keer rollen. Ik wil rollen op de maan. Nee? Nu niet? Nee? Niemand in de stemming om te rollen? Nee? Oké, dan gaan we naar de uitgang. Oké, jongens. Dit is oprecht mijn grootste angst. Ik zou nooit in mijn leven in een luchtballon stappen. Dat lijkt me zo eng. Ik hou niet van hoogtes. Dit gaat zo langzaam. Je kan niet weg. Dit wil ik niet. Dit vind ik echt doodeng. Om dit in real life te gaan doen. Dus ik ben blij dat Peppa en ikzelf en de begeleider dit even zo gaan doen. Dat ik dit niet in het echte leven hoef te doen. Want dit lijkt me echt helemaal niks. Wat is jouw grootste angst? Ik denk, serieus, een luchtballon is echt een van mijn grootste angsten. Dat is echt geen grap. En daar landen we, jongens. En zie je, Peppa ziet er ook niet helemaal chill uit, hoor, nu. Die vond het ook niet helemaal lekker, volgens mij. Daar zijn jullie. En nu ik mijn grootste angsten heb overwonnen en in het bed lig en het nacht is, vind ik het mooi punt voor het einde van deze video. En ik moet echt zeggen, dit is nog best wel echt een leuke game voor jonge kids. Want je leert er wat van en het is niet moeilijk en het is leuk getekend. Het is in Nederland. Het is eigenlijk allemaal hele dikke prima. Ik ga deze gewoon uitspelen. Niet op dit kanaal, maar dan ga hem gewoon zelf uitspelen. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's, jongens. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende. Soms doen we Pokémon, soms doen we even wat anders. Vandaag deden we even wat anders. Mazzel!